Mijn naam is Tanja Daniels. Welkom bij het productwebinar van AromaPro. Het is ons maandelijkse productwebinar van april. En we beginnen. Ja, het gaat een beetje goed nieuws, slecht nieuws. We horen van alles in deze tijden. We moeten heel goed opletten wat we tot ons nemen en hoe we daarop ook reageren wat wij op dit moment tot ons nemen. En wat we daarmee doen, dat we het niet te dicht bij ons laten. En ik begin altijd heel graag met het goede nieuws, dus dat wil ik even doen. En het is geen aprilgrap. het is ons gelukt om eindelijk de BTW die wij betalen op onze supplementen, onze softgels en onze wheatlets te verlagen. Dus die zijn hier in Nederland maar nog 9% en in België en in Luxemburg, en België is het dus 6% en in Luxemburg boffen ze, daar is het 3%. Yeah! Dus dat is het goede nieuws. En dit is helaas het slechte nieuws. Dat is de wereld in die we op dit moment tijdelijk moeten gaan leven. En er is gesproken over social distancing. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gevraagd om het zo niet te gaan noemen, maar om van physical distancing te praten. En want we hoeven niet sociaal afscheid te nemen van elkaar. We moeten op dit moment erop letten dat wij 1,5 meter afstand van elkaar laten om ons op die manier met respect te beschermen. Ik heb op basis hiervan, en ook omdat ik persoonlijk best gemis voel. Ik heb een gezellige praktijk in die ik werk in Almere Muziekwijk. Met gezellige collega's die ik dus ook zie. Waar veel mensen ook over de vloer komen. En dat heb ik nu allemaal alles niet. En ik heb toch echt, ik heb het leuk met mijn familie, maar ik heb toch echt gemis van mensen en de nabijheid. En, dus ik ben een beetje gaan kijken, wat doet het eigenlijk met ons, fysiek, emotioneel en lichamelijk. En daar ga ik nu een beetje op in. En dat is niet het goede nieuws, oké? Maar bear with me, dus blijf erbij. Ik kom wel met een oplossing ook, hè? Anders was het niet leuk. Heb je tussendoor vragen, dan kan je die stellen. Er zijn twee mogelijkheden hoe je die kan stellen. We hebben een chatfunctie. In die chatfunctie kan je schrijven, dan ziet iedereen je vraag. Wil je een persoonlijke vraag stellen, dan kan je die in dat is een question and answer box, dan kan je die daar stellen, dan zie alleen ik die. En ik kijk aan het einde van het webinar, kijk ik even naar de vragen en ga ik die beantwoorden. Maar goed, gaan we verder. Wat zijn eigenlijk de effecten van isolatie? Want dat is wat veel mensen nu ervaren op de fysieke gezondheid. Ik had gisteren een contact met een hele lieve collega van mij, die is single. En er zijn er meer, die zijn single. En ik bedoel, wij zijn dus nu hier met de familie bij elkaar, maar er zijn zoveel mensen die zijn nu alleen. En veel meer alleen dan normaal. Dus vandaar dat ik dat een beetje heb bekeken, zodat ons ook bewust wordt hoe het nu gaat met de mensen om ons heen. En er zijn dus talrijke gezondheidsproblemen die we dus kunnen ervaren, die te maken hebben met het gevoel van eenzaamheid. En had je dat gedacht? Het gevoel van eenzaamheid is net zo erg voor je lijf alsof je elke dag 15 sigaretten zouden gaan roken. Dus dat heeft mij echt laten schrikken. En er zijn dus ook studies over gemaakt. Als je je eenzaam voelt, dan maakt je lijf meer stresshormonen aan, waardoor je dus meer ontstekingen krijgt. Dit heeft gevolgen voor je hart, voor je bloeddruk. En dit kan ook je vatbaarder maken voor chronische ziektes zoals, denk bijvoorbeeld aan diabetes mellitus type 2 en dit soort dingen. Dus wat daaruit het gevolg is, is dat een eenzaam gevoel op lange duur ervoor kan zorgen dat je eerder te overlijden komt. En nu moest ik ook denken aan al die mensen die dus nu in een verzorgingstehuis zitten en op dit moment geen bezoek kunnen ontvangen. Gelukkig is er ons verzorgingspersonaal en zijn die daar en zorgen goed voor de mensen. En zijn er heel veel acties ook met videochat die we kunnen doen. Dus maak daar gebruik van als jij in die situatie bent. Bel je ouders, grootouders, bel ze op met videochat. Dat kan allemaal. En laat niet toe dat ergens iemand zich nu op dit moment eenzaam voelt. Want dit kan niet de bedoeling zijn, oké? Ik ga daar nog heel even op in wat het met onze psychische gezondheid kan gaan doen als we ons alleen voelen. Want dit verhoogt de kans op serieuze psychische problemen, zelfs de kans op dementie. En voor die mensen van ons
die daar dus die nog niet in die oudersgroep vallen voor dementie. Het kan ook tot een laag zelfbeeld leiden. En denk hier nu ook aan kinderen. Kinderen die dus op dit moment niet naar school gaan, die dan thuis zijn, hebben niet meer dat normale speelse en kunnen dus echt hier last van krijgen. En ja, en dan kan je in zo'n soort van feedbacklus komen. Dus als je dus dan ook depressieve gevoelens krijgt, dan kan dat maken dat je op een gegeven moment juist je nog meer terugtrekt in de eenzaamheid. Dus hier moeten we met z'n allen waakzaam op zijn, wat er misschien de langtijdsgevolgen ook kunnen zijn van wat we hier doen. En de oproep dus echt voor mij om voor elkaar goed te zorgen, zo goed hoe wij dat nu kunnen. En, maar wij worden vandaag blij verrast. Er kwam een kindje uit de klas van mijn zoon. Die kwam gewoon hier langs met de vader. En die stond beneden op het pleintje. En wij stonden op het balkon. En ze konden met elkaar uitwisselen. Nou, dat was hartverwarmend. Dus dit soort dingen zijn gewoon heel leuk om te gaan doen. En breng je ook niemand mee in gevaar. Dus ja, laat ons nu naar oplossingen kijken, oké? Dat is het goede nieuws. We hebben namelijk olie die ons nu hierbij kunnen helpen. Oh yeah. En dan wil ik eerst even kijken naar olie die wij goed kunnen inzetten voor emotionele gezondheid. Nou, ik heb hier niet voor niks een foto laten zien van een familie. We zijn nu allemaal thuis. Velen van ons geheel thuis, werken vanuit thuis, hangen meer op elkaar. Dat kan ook soms een beetje te veel zijn, hè? Dus ik ga eerst spreken over olieën die ons helpen de stemming wat meer op te wekken, die dus energetiserend zijn. En daarna ga ik wat meer uitleggen over olieën die ook, tenminste mij gaat het zo, die ons helpen een beetje meer weer in de rust te komen en tot onszelf te gaan komen. En soms is het gewoon echt een beetje erg druk, tenminste bij ons thuis. Maar laat ons even kijken. Ja, energetiserende oliën die wij nu heel goed kunnen gebruiken. Dat is één kanjaolie, dat is de wild orange olie. Dit is een waanzinnig stimulerende olie, revitaliserend. Die maakt je gewoon blij als je het al uit het flesje gaat ruiken. Die verhoogt je spontaniteit, je levensvreugde en die helpt je ook overvloed te inspireren, staat nu hier. En dit is even ook een triggerpunt, want er zijn best wel veel mensen die zich nu financieel zich zorgen moeten maken. Ik heb persoonlijk in mijn omveld heel veel entrepreneurs die dus nu, ZZP'ers, die gewoon op dit moment niet verder kunnen werken. Eigenaren van sportscholen of yoga-instructeuren en fysiotherapeuten, noem maar op, massagetherapeuten. Dat is even niet makkelijk, zeker als we nu weten dat het nog langer gaat duren om hier doorheen te komen. En nog een keer voor mij, het is zo belangrijk dat we nu niet in de angst gaan. Ik wil niet wereldvreemd zijn, maar het is belangrijk dat we hoopvol blijven en dat we inspirerend blijven, dat wij creatief blijven in oplossingen gaan denken en visualiseren hoe het straks wel weer goed verder gaat. Want straks hebben we allemaal wel extra massages nodig, hè? Dat die stress die waarden of haarverzorging. Dus al dit soort dingen, het komt heus wel goed. Dus daarmee, dit is echt de wild orange. Het komt heus wel goed. Dit is de olie die je hiervoor goed kan gebruiken. Hoe doe je dat? Nou, in je diffuser. Dat is een waterstoomdiffuser, koud waterstoomdiffuser. Of man, draai gewoon het flesje open en ruik eraan of doe wat druppels in je handen. Inhaleer die en doe dat rustig vaker per dag. Maar we hebben nog meer ervan. We hebben een citrusbliss. Dat is een blend van zoveel verschillende citrusolieën. En alle citrusolieën bij elkaar, die zijn heel opwekkend en verblijdend en energetiserend. En dit hier is een superolie die je kan gebruiken om gewoon de stemming in je huis te beïnvloeden. Zet even een leuk muziekje op en doe deze in de diffuser en je staat zalige omgeving. Dat is echt wat deze olie doet. Er zijn citrusolieën in, dus hij is vrolijkmakend. Er is een vleugje vanille erbij. Dat maakt een heel... zou ik zeggen, zoet en warm gevoel in je hart. Dus heerlijke olie hiervoor. Een van mijn meest favoriete oliën. Dit is ook weer een olieblend van verschillende oliën. Dat is de doTERRA Cheer Blend. En die helpt je in deze tijd bijzonder erbij als je negatieve emoties ervaart. En als je je zwaar voelt. En dus
ik heb hier echt last van gehad. Hè? Ik heb hier echt momenten gehad, zeker ook in het voorbereiden van deze presentatie en het lezen van de studies over eenzaamheid. Was even niet makkelijk, dus ik heb Royal Cheer gebruikt. Dus het is ook weer een olie dat je of inhaleren kan vanuit je handen. Maar van de Cheer-olie hebben we ook Touch Roll-ons. Dus dat is een makkelijke olie, die kan je meenemen, gewoon op je pulspunten gebruiken of als parfum gebruiken. En van daaruit inhaleren of dan ook heb je zelf dus ook een vrolijke stemming om je heen. Ik vind het een hele fijne olie. Nog een andere olie die wat meer op de emoties en ook op je zelfbeeld gaat werken. Dat is Elevation. Ik weet nog, toen ik Elevation voor het eerst ging ruiken, vond ik dat een iets wat moeilijkere geur. Moeilijk, wat betekent dat bij geur? Nou, sommige geuren die ruik je en die vind je meteen heel lekker en heel fijn. En sommige oliën die ruik je en dan denk je, ik weet het niet zo goed. Nou, dat was bij mij echt de Elevation. Die stond ook heel lang voordat ik hem echt ben gaan gebruiken. En hij heeft dus te maken met gevoelens van zelfvertrouwen en eigenwaarde. En dat was toen die tijd echt een issue voor mij. Dus vandaar dat ik hem moeilijk vond. En we weten één ding in de aromatherapie. Als we vinden een geur die nu op dit moment juist erg belangrijk is, die vind je of zalig, heerlijk. Of je hebt zoiets van, dus dat zijn de twee reacties die je kan hebben. En allebei de reacties, maar je kan natuurlijk ook een reactie hebben, niet verkeerd. Maar allebei de reacties die ik nu eerst heb laten zien, dus die vonden het heerlijk of die vonden het gatsie. Die twee, dat is voor jou eigenlijk het bewijs dat je met deze olie nu moet gaan werken en dat er ergens een issue in zit en dat jij nu met jezelf moet bezig gaan zijn. En dan, dit vind ik echt een topolie, die gebruik ik veel, vooral voor mijn kinderen moet ik zeggen. Want die moeten natuurlijk nu hun huiswerk vanuit thuis maken. Nee, hun schoolwerk vanuit thuis maken. Was het mijn huiswerk? Nee, het is schoolwerk. Dat verandert even voor jou, dat je dus gemotiveerd bent en eigen initiatief even pakt. En dat is toch best wel lastig als je vriendjes niet ziet, je schoolreisjes gecanceld zijn en al die andere leuke dingen waar je op had verheugd. Dus die Motivate olie die komt bij ons in de diffuser of ik gebruik hem heel graag ook in de touchrollon die wij dan hebben. En dan als ze dan zitten huiswerk maken en het gemopperwolkje zweeft al over de tafel, dan wordt het achter in de nek en achter de oren even opgesmeerd. En dat helpt ze dan wel. Ik zelf heb hem voor al deze fatie heb ik dit altijd mijn strijkolie genoemd. Omdat ik heb zo'n hekel aan strijken van was. Dus altijd als ik ergens een huiswerk of iets moet gaan doen waar ik echt een hekel aan heb, dan gebruik ik Motivate. Zet een mooi muziekje op en dan gaat het wel weer. En heb je iemand thuis zitten die dus nu echt heel cynisch is, die dus misschien ook een beetje heel veel nieuws heeft gekeken en zich heeft laten meetrekken in de negativiteit, dan is ook de Motivate weer een hele goede olie om toch echt weer een beetje enthousiast te zijn over het leven. Dan komen we bij de rustgevende oliën. Die voor de ouders toch? Nou, echt ver weg. Als eerste olie moet ik hier de lavendelolie nemen. Die heeft zo veel goede voordelen voor jouw lijf. Die is zo stabiliserend en balancerend. En is van oudsher bekend. Dus heel veel mensen gebruiken ook de lavendel gewoon voor, omdat het zo rustgevend is voor de emoties en omdat het spanning kan verlichten. En er is onderzoek over gedaan dat het inhoudstoffen van lavendel mogelijk invloed hebben op het verminderen van depressieve gevoelens. Dus ook dat weer. Deze olie kan je ook heel goed gewoon aromatisch gebruiken. Maar wat ik nu adviseer is, gebruik hem gerust ook eens een keertje intern. Dat betekent, neem hem in. Kan je dat doen? Als je hem echt vies vindt, meng even een beetje water met een beetje honing en een druppeltje lavendel en dan roer je dat en dan kan je dat wel drinken. Ik persoonlijk vind hem best lekker, dus ik doe graag een druppel lavendel in mijn thee. Als dat allemaal voor jou niet te doen is, dan hebben we veggie caps waar je dus twee druppels lavendel in kan doen. En dan slik je die door en neem die gerust. Twee druppels per dag. Dat is echt heel fijn hoor. Dat helpt om lekker in de rust te komen en je emoties te balanceren.
Ja, dan de Melissa. Ik krijg wat vragen in deze periode. Zo, welke olie kan ik nu heel goed voor mezelf gebruiken? En zeg alsjeblieft niet Melissa, want die heb ik niet. Ja, de Melissa is een erg kostbare olie. En dat zie je ook terug in de prijs, dus dat snap ik. Maar ja, we hebben vorig jaar een... Of was het begin van dit jaar? Volgens mij was het begin van dit jaar. Ja, begin van dit jaar. Hebben we een 21 dagen Melissa Challenge gedaan. En daar hebben heel veel mensen gevoeld wat Melissa echt kan doen voor jou. Zeker nu in deze tijd helpt het je om je emoties en ook je zenuwen te kalmeren. En je gedachtenstroom tot rust te krijgen. Dus het is toch wel een olie die ja, heel fijn is nu in deze tijd. Ja, ruik eraan. Draai het flesje open. Ruik eraan. En hey, doe een druppel op je tong, onder je tong. Dat is even pittig, maar... Er zijn zoveel waardevolle bestanddelen in Melissa-olie. Die wil je echt voor je lijf gaan inzetten om die in balans te gaan brengen. Dus topolie om nu te gaan gebruiken. Een andere heel erg fijne olie, zeker als je nu last hebt van angstige gevoelens, is Peace. Dat is ook weer een mengsel van verschillende oliën. En ik gebruik hem voor mijn dochter. Ik zet hem in voor een rustgevende voetmassage voor haar, vooral in de avond. En dat helpt toch echt om te kalmeren en wat rustiger te worden. Want het is toch ook echt een vreemde tijd. En ja, zeker kleinere kinderen, die kunnen dat niet zo goed verwoorden. Weet je, wij kunnen daarover praten. Maar kleinere kinderen, die leven nog veel meer in het hier en nu. En die kunnen vaak niet zo goed verwoorden wat er nu aan de hand is. En, maar het doet wel wat met ze. En, heb je dus zo'n kind thuis dat op dit moment echt heel erg veel opspeelt en je en 's nachts niet wil of niet goed kan slapen of nachtmerries heeft, dan is dat een hele fijne olie om te gebruiken. Natuurlijk ook voor grote mensen. Ja, en dan Balance. Ja, die is onmisbaar in deze tijd. Een waanzinnige oliemengsel van verschillende houtolieën en verschillende bloemolieën. Het is echt die in de diffuser en het brengt je letterlijk het bos in je huis. Zo voelt het. Het is een heerlijke geur. Even rustig doorademen. En het maakt je echt een sfeer van rust en sereniteit. En rustig muziekje opzetten. Ik neem de Balance olie ook nu heel graag mee in bad. Meng ik het met een beetje epsomzout. Of je kan het ook met gewoon keukenzout mengen. En dan 6 tot 8 druppels ervan in je badwater. En lekker rusten. En alles een beetje rustig aandoen. Nou, dat zijn de rustgevende... Oh nee, ik heb nog een andere hiervoor. Dat vond ik ook erg interessant om te lezen. De paastent is eigenlijk een olie die wij inzetten bij... ja, als je verspanning hebt, zo'n beetje. En een beetje je spieren wilt gaan ondersteunen. Maar dit heeft dus 2 werkingen. Zowel de fysieke werking als ook een rustgevende werking op je emoties. Het is een nogal krachtige olie. En hij maakt je het gevoel van een vrij hoofd. Dat is wat ik hiervan ervaar. En het mooie hieraan is, het doet allebei de dingen. Hè? Dus het laat letterlijk ondersteunt je spieren, dat je de last lichter gaat voelen. Maar het doet ook echt iets dan met, als je de geur inademt, dat het je meer tot rust laat komen. Hele fijne olie. En die ligt heel mooi, legt heel mooi de brug nu naar de fysieke gezondheid. Want daar moeten we ook naar kijken. En ik zijn natuurlijk zoveel olie en producten die we nu kunnen inzetten. Dan zou ik wel tot morgenochtend kunnen doorbabbelen. Ik kan dat. Ik weet niet of jij zoveel tijd hebt, maar goed. Maar ik heb nu 2 producten gekozen die ik even in het spotlight wil gaan zetten. Want ja, we willen hier we willen gewoon ons lijf nu ondersteunen. Dat is belangrijk. En dit is verrassend, toch? Dus 1 olie die ik nu in het spotlight ga zetten, dat is de HD Clear Blend. Dit is eigenlijk een olie dat wij kopen voor onze teenagerkinderen, hè? Of voor mensen die vaker last hebben van uitbraak in de huid. En het bijzondere aan deze olie is, ja, de bestanddelen. Als je die even bekijkt, en ik heb het uit elkaar genomen. We hebben hier het komijnzaadolie. Dit helpt met het zuiveren van je lijf. We hebben hoofwoed hier. Hoofwoed is daar is linalool in. En linalool ondersteunt een gezonde immuunfunctie en ook respons. Dan hebben we melaleuca hierin, tea tree.
ja, die drie. 92 verschillende verbindingen, onbegrensde toepassingen. Dus als je gaat zoeken over tea tree oil en als je weet wat het allemaal alles kan doen met zijn reinigende eigenschappen voor je lijf, dan is dit echt waanzinnig. En Lycea is hier erbij. Dat is een antioxidant ondersteuning voor je lijf. Dat helpt echt voor je cellen, zodat ze dus gezond kunnen gaan functioneren. En bevordert ook de gezondheid van hart, immuunsysteem, zenuwstelsel en ademhalingssysteem. Dan is je eucalyptus met de bestanddeel eucalyptol. Hadden we vorige productwebinar al wat meer over verteld. Ook heel krachtig reinigende voordelen heeft het. En dan ja, vapor. Je kan dat niet goed vertalen eigenlijk echt in het Nederlands. Damp? Nee, is het niet echt nevel? Dus de geur van eucalyptus is nu heel erg rustgevend en ondersteunend voor je ademhalingsorganen. En dan is hier geranium in. Erg interessant aan geranium is, dat is een Italiaans onderzoek, was er dat ingenomen geraniol erg effectief is voor de microbiële balans van je colon, dus van je dikke darm. Het ondersteunt dus het gezonde functioneren van een dikke darm. En nou, nu gebruiken wij deze blend niet om in te nemen. Die gebruik je echt om te masseren, in te wrijven. Doe het op je handen, masseer het vandaar ook. Je, waar je voelt waar je het wil hebben, dus op je borst of over je buik kan je dit masseren. Ook inhaleren kan je deze olie. Je kan daarmee je partner vragen om langs je rug je wervelkolom te gaan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer en dat mooi in te masseren. En dan komen al deze oliën wel in je lijf. En ik zou ook nog zeggen, neem erbij ook geraniumolie in 1, 2 druppels in een veggie cap. Dat is nu een olie die ik persoonlijk niet in mijn thee kan doen, want ik vind het echt ronduit vies smaken. Maar in een veggie cap kan ik dat wel. Ik kijk heel even, want we hebben een chatbericht, of die belangrijk is. Ah, oké. Okay. Ja, klets maar door. Is goed. Tot morgenochtend? Oké. Okay. Game on. Goed, we gaan even verder, want ik heb gezegd, ik heb twee producten die we nu in het spotlight kunnen gaan zetten. Dit was product 1. Er zijn natuurlijk veel meer, maar ik heb voor 2 gekozen. En nu komt product 2. DDR Prime heet deze olie. Die hebben we zowel in een olievorm als ook als softgels. Ik gebruik bij voorkeur de olievorm. Inmiddels zijn het 15 ml flesjes. Ik heb hier nog restje van een 30 ml fles. En waarom is dit zo'n goede blend? Nou, DDR Prime Cellular Complex Blend heet het ook. Nou, het combineert dus oliën die dus erg krachtig zijn in hun antioxidant eigenschappen. En die kunnen dus nu je lijf ondersteunen bij stress, bij oxidatieve stress. En nou, kijken we even naar welke oliën daarin zitten. Hier is frankincense in, hier is wild orange in. Beide hebben aangetoond dat ze dus ons lijf kunnen helpen om goed te reageren op vrije radicalen die dus heel schadelijk kunnen zijn voor je lijf. Dan is hier kruidnagelolie. Ook kruidnagelolie is weer bekend daarvoor dat het antioxidant eigenschappen heeft. Het helpt allemaal ons lijf om gewoon sterk en gezond te functioneren. Niaolie en thymeolie. Nou, thymeolie die is echt een heel erg fijne olie die dus echt een gezonde lungfunctie ondersteunt. En samen helpen deze beide oliën ook voor een algehele cellulaire gezondheid. En dus ook voor het goed functioneren van een gezond immuunsysteem. Dan is hier summer savory. Mooie naam. Boonkruid in het Nederlands. Een nogal aparte geur. Hè? We hadden die ook eens een tijdje los als olie. Ik ben blij dat die niet zo heel sterk doorkomt in deze plant. Nou, dit is ook een heel erg goede olie om je lijf weer te ondersteunen. En om je immuunsysteem te ondersteunen. En lemongrass. Lemongrass is een heel reinigende olie ook. Die je lijf ook helpt om te vechten tegen alles van bedreigingen uit het milieu, gewoon om gezond te functioneren. Dus deze blend ruikt heel fijn. Ik vind hem heerlijk. Ik doe hem daarom dus ook vaak in de diffuser. Nu in deze tijd ook graag in de nacht dat ik hem in de diffuser aan heb. Ik gebruik hem regelmatig onder de voeten. Ook bij de kinderen onder de voeten. 2, 3 druppeltjes bij de grote mensen. 1, 2 druppeltjes bij de kleine mensen. Voor kinderen onder de
4 jaar zoude ik hem met een beetje gefractioneerde kokosolie aanbrengen. Want het is nogal een beetje pittige olie, die wordt de thymeolie die daarin zit. Die is nogal krachtig. Nou, dat waren de twee oliën die ik uitgezocht heb om ze nu in deze tijd een beetje in het spotlight te gaan zetten. En wat ik nu nog ga doen, nu ga ik je een beetje vertellen. Elk maand komt ons mooie bedrijf doTERRA met bijzondere aanbiedingen. En nou, deze keer hebben we zelfs bijzondere aanbiedingen die we nog niet kenden. Dan moet ietsjes wat meer uitgelegd worden. En dat ga ik met liefde doen. Heb je vragen? Stel ze gewoon. Nou, product van de maand is eucalyptus. Dat betekent, je krijgt een fles eucalyptusolie cadeau bij een bestelling van 125 punten via een LAP-programma. Weet je niet wat dat is? Vraag dan diegene die je uitgenodigd heeft voor deze workshop. Die legt je dat met liefde uit. Eucalyptus, bevordert gevoelens van open luchtwegen, creëert een verkoelende en rustgevende vapor. Ik vind het niet een woord wat goed te vertalen is in het Nederlands, daarom laat ik het gewoon als vapor staan. Het betekent, je draait hem open en je ruikt het. Het is niet echt nevel, hè? Dus geweldige geur. Het is ideaal ook voor een rustgevende massage. En als je dat doet, dan meng je wat druppels met gefractioneerde kokosolie. En dan is het ook heel fijn en ondersteunend tijdens de menstruatie. Kan je het gebruiken. Ik hou heel erg van deze olie. Ik gebruik hem ook heel vaak in combinatie met lemongrass. Dat zal ik wel straks nog even laten zien. Kijken we even naar de eucalyptus. Waar komt die dan vandaan? Nou, die komt uit Australië. Wordt stoom gedistilleerd. Hier staat helaas niet erbij hoeveel plantmateriaal nodig is om een flesje te gaan vullen. Maar het wordt dus uit de bladeren van de boom gedestilleerd. Hoofdbestanddeel is dus eucalyptol. Koalaberen die leven op dat spul. Hè? Die eten de hele dag over niks anders dan eucalyptus. Ik heb ook ooit van iemand gehoord dat je een koalaber eigenlijk niet in de arm kan nemen om te knuffelen. Zonder dat het onwijs gaat prikken in je ogen door die eucalyptusgeur. Ja, het combineert echt heel goed met alle andere oliën. En hier zie je mijn favoriete combinatie van eucalyptusolie. Dat is lemongrass. En wie mij al opgezocht heeft in mijn praktijk, die weet dat. Want het ruikt bij ons eigenlijk ook altijd naar eucalyptus met lemongrass als je binnenkomt. Ik vind het een zuivere geur, maar ook een gezondheidsondersteunende geur. Je komt gewoon binnen en je weet, hier moet ik zijn voor welzijn. Nou, hier heb ik nog wat diffuser plants, zoals altijd. Ga ik deze presentatie weer delen. Komt in onze Telegram groep als PDF. Dus dan zie je ook al deze recepten weer terug. En dan kan je dit ook thuis namengen voor je diffuser. En hier zie je ook staan sweet rain, eucalyptus, lemongrass en lemon nog erbij. Dus dat is ook alweer die citrus en eucalyptus combinatie. Ja, die vind ik persoonlijk echt te gek. Ik ben van het do-it-yourself, van het zelf maken. En ik weet dat heel veel mensen die de webinaren kijken dit ook zijn. Dus vandaar geef ik toch eigenlijk altijd ook een salfje of een receptje erbij wat je goed kan maken. Ditje is voor een verzachtende salf, een vapor salf, als ik het maar zo mag zeggen. You know what I mean. Ja, op basis van druivenpitolie, maar je mag eigenlijk ook een andere olie nemen als druivenpitolie nu even lastig is om daaraan te komen. Dus dat mag ook amandelolie zijn. Dus dat je in plaats van een half kop amandelolie neemt, gewoon 1 kop amandelolie of gefractioneerde kokosolie. Dat mag allemaal. 2 eetlepels bijenwas, 1/2 eetlepel vitamine E-olie, die doe je voor de houdbaarheid erin. En dan combineer je dus lavendelolie, cipresolie, melaleucaolie of tea tree olie, frankincenseolie, dus weer ook, en eucalyptusolie. En je smelt de bijenwas met de amandelolie en de druivenpitolie au bain-marie. En dan laat je dat even 2 minuten of zo laat je dat even staan. Dan doe je daar de vitamine E-olie erbij. Dat kan je ook in zo'n capsule nemen. Die prik je open en dan squeeze je die uit. En dan laat je het nog even een beetje staan en dan voeg je pas de etherische olie bij, dat het dus niet te heet is. Roer je goed door en dan doe je het in een zalfcontainer en dan laat je het zo'n 2 uur doet dat meestal, dus laat je het stollen. En dan heb je echt een heerlijke verzachtende crème voor borst en rug om in te smeren en om een gezonde longfunctie en het gevoel van een vrije ademhaling te ondersteunen. Echt een hele makkelijke do-it-yourself die je
goed zelf kan maken thuis. Ja, dan hebben we een olie in de aanbieding. Elke maand hebben we een product in de aanbieding. Meestal is dat 10%, soms is het wat meer. Nu is het gember. Dat is ook in deze tijd een hele toffe olie die echt je lijf kan ondersteunen. Ook je emoties goed kan ondersteunen. Daar kom ik straks nog op. Nou, meestal kennen we gember dat het ons ondersteunt. Bijvoorbeeld als je last hebt van achter in de auto zitten, lang in de auto zitten. Wat je dan kan doen, druppeltje gember in de hand en even inhaleren. Of gaat het om je kinderen? Ja, verstuif even wat gember in je auto. Misschien heb je zo'n autodiffuser of zo wat viltkogeltjes waar je hem op kan druppelen en daarvoor in de luchting van de auto in de luchting even aanzetten, zodat die geur aankomt. En al het inhaleren, dat kan daar heel goed bij helpen. Na een royale, riante maaltijd kan je ook een hele fijne, rustgevende massage geven op je onderbuik. Verdun dan wel met kokosolie, want ja, het is een iets wat krachtige olie die je eigenlijk niet zo graag puur op je huid wilt doen. Heb je geen zin op verdunnen, kan je deze wel puur onder je voeten doen, maar ik zou hem niet zomaar op de huid doen zonder gefractioneerde kokosolie erbij. Ja, en dan, daar gebruik ik hem heel graag voor, gebruik in jouw favoriete gerechten. Ik doe deze echt heel graag in de smoothie of ja, in de smoothie eigenlijk meestal. Ja, ik kijk heel even, want ik zie even vraagt, stelt iemand een vraag of de DDR Prime olie, dat was een van de olieën uit het spotlight, ook samen met een On Guard olie, neem ik aan, in een batch cap ingenomen kan worden. Ja, dat kan. Dus die druppels kan je met elkaar combineren en dan zo innemen. Oké. Okay. Zo, moet ik even de scherm weer verder. Ja, hier kijken we naar gemberolie. Je ziet dat doTERRA gember uit 3 verschillende regio's sourced. Kenia, yay! Madagaskar, dat is dan niet zo heel ver van weg. En dan ook nog in Azië, in Indonesië volgens mij. Ja, in Indonesië. En nou, je hebt maar een pondje nodig om zo'n fles van 15 milliliter te vullen. Ja, dat is eigenlijk, dus de betekenis, best wel veel etherische olie in die knol. Het laat ook even zien hoe werkzaam eigenlijk gember is. Wat voor goede heilplant dat ook is, dat er veel etherische olie in zit. Dan zie je dat qua chemie die in de etherische olie in zit, in de gemberolie in zit, dat er heel veel verschillende stoffen in zitten die allemaal goede functies hebben voor je lijf. En het combineert heel goed met vetiwaar, met fenkel. Dat ondersteunt elkaar ook in hun balancerende functie voor je maag-darmstelsel. Met kaneel. Dat is trouwens ook heel fijn als je een smoothie op, met bananen maakt. Een gember en kaneel daarin is echt heel lekker. Digestion uiteraard en lemon. Ja, ik vind gember met turmeric trouwens ook echt een toppertje voor. Als je zo'n turmeric melk wilt gaan maken, dan kan je dat ook met etherische olie nog een beetje opspijzen. Ook hier heb ik weer wat diffuser recepten. Ik persoonlijk moet zeggen, ik doe hem niet zo heel graag in de diffuser. Als ik hem in de diffuser doe, dan is dat maximaal 1 druppel. Voor mij is hij erg sterk. Nu heb ik zelf een verleden van longproblemen. Dus vandaar misschien dat ik hier wat voorzichtiger mee moet zijn. Maar als ik hem dus in de diffuser doe, dan doe ik er maar 1 druppel en wat meer van de andere druppels erbij. Maar dat moet je zelf even kijken hoe jij daarop reageert en wat voor jou fijn is. En dan heb ik hier een recept waar je dus, zoals je ziet, zowel gember als ook eucalyptus mee kan combineren. Maar dan ook nog fenkel en rozemarijn. En dit is een recept voor in de diffuser of in zo'n inhaler. Of je kan natuurlijk ook 4 druppels, dus van elke olie 1 druppel in de hand doen en dat wrijven en inademen. En dat helpt je erbij om de verantwoording te nemen voor je leven. En ik vind dit juist nu in deze tijd een belangrijke opdracht. Hè? Want ja, we worden nu een beetje in de stilte en in de rust gedwongen. En we moeten stoppen met alles waar we mee bezig waren. En we krijgen eigenlijk nu de kans om terug te gaan naar onszelf. En te vragen, wat wil ik eigenlijk? En waar wil ik naartoe? En ook de hoe.
hoe wil ik dat gaan doen? En ja, dit hier kan een steun in de rug zijn voor jou. Want het maakt je sterk. Dit is wat ik voel als ik deze olie met elkaar combineer. Dat ik me sterker voel in mijn wervelkolom en oprecht voel. En weet, ja, ik overneem de verantwoording voor mijn leven. En ik kan het aan voor 100%. Ja, dan voor die al wat langer bezig zijn met doTERRA en die dat ook zakelijk doen of die de olie ook met andere mensen delen, hebben we een heel goed nieuws. Namelijk, we hadden een hele mooie inschrijfactie. Dus mensen die dus nu een nieuwe, of vorige maand die dus een nieuw account geopend hebben, die hebben 50 punten cadeau gekregen. En diegene die hun geholpen heeft om een account te openen, die krijgt die ook. 50 punten, kan je vergelijken met 50 euro. Je moest een bestelling van 100 punten, dus rond 100 euro opgeven. En dan kreeg je dat dus cadeau. Mits dat je eerste bestelling was en je daarmee dus je doTERRA-account geopend hebt. En deze actie die is verlengd. Die gaat dus nu nog tot 15 april. Dus maak er vooral gebruik van. Dat is echt heel, heel fijn voor mensen. Goede start. Want dan hebben ze meteen wat punten die ze kunnen inzetten om daarmee dus in te wisselen voor producten die we nu allemaal goed kunnen gebruiken. En ik heb al heel veel genoemd, toch? Opgenoemd, toch? Ja, nou, wat een waanzinnig aanbod. Dus ik wist al dat hij eraan zat te komen en ik moest mijn mond erover houden. Wauw, wij krijgen dus de kans deze maand in Op is Op, dat zeg ik al, dit waanzinnige set te gaan kopen. Precious Florals Collection, 83 euro gaat deze verzameling van 5 hele mooie Hollands kosten. En ja, wat is daar eigenlijk in? En waanzinnige nieuwe olie is daarin, namelijk de Blue Lotus olie. Die komt uit Zuidoost-Azië, wordt die gesourced. En ja, het is de lotusbloem. Dus die wordt dus echt uit het water wordt die bloem geoogst. En ja, het is nogal, het is niet zo makkelijk om dit te gaan doen. Het is ook echt een olie waar je, ja, die kan je niet het hele jaar door oogsten. Waar je heel veel planten voor nodig hebt om dus een etherische olie van te kunnen produceren. Je kan dit ook niet met stoomdistillatie doen. Daar vertel ik straks nog wat meer van. Dus verwacht niet dat deze olie zomaar in de verkoop gaat komen. Dit blijft echt zo'n LTO, limited time offer, dus een gelimiteerde aanbod. Dus als je hem wilt hebben, dan bestel hem nu in dit set. Waarom is deze? Ik heb geen idee hoe die ruikt. Ik heb hem nog niet mogen ruiken. Dus ik kan ook niet wachten tot de bestelling aankomt. Hè? Ik denk, mijn man kijkt. Monier, deze dus. Hè? We hoeven niet te wachten tot moederdag. Ik wil het nu al. Nou, dus ik ben erg benieuwd naar deze olie. En ik heb, we hebben daar iemand die ons graag uitlegt. Wat dan Blue Lotus eigenlijk kan en doet voor ons. En dat is onze baas. Niet helemaal. Emily Wright. Zonder haar zou de doTERRA niet bestaan. En zij heeft het in Blue Lotus olie in verbinding gebracht met haar meest favoriete quote. En die is van Eleanor Roosevelt. De toekomst behoort tot degene die geloven in de schoonheid van hun dromen. En dit vind ik heel mooi. Passend ook weer een opdracht van deze tijd. Die ons weer terugbrengt naar onszelf. En wat wil ik? Waar droom ik van? En wat kan ik doen om de dromen te bereiken en te halen in mijn leven? Nou, Blauwe Lotus is dus een plant die al gekoesterd wordt door de Egyptenaren. Ik was in het Museum van Ouderdom, geloof ik, heet dat in Leiden, recent nog met mijn zoon. En daar hebben we overal in de Egyptische tentoonstelling die er was, hebben we overal de lotusbloem teruggezien, de blauwe lotusbloem. Dus toen wist ik al dat we deze olie zouden krijgen. Nou, ik was wel erg enthousiast hoor. Ik moest wel heel lang aan mijn mond houden. Nou, de Egyptenaren die hebben dit ook voor de huid gebruikt en ook vooral voor meditatieve praktijken. En Emily zegt, Blue Lotus moedigt je aan om te dromen in levende kleur. Dus het gaat je ook echt helpen om verdieping te vinden in je dromen. En nou, leg een dromenjournaal naast je bed en begin op te schrijven. En gebruik het ook vooral om dat die aromatische eigenschappen je nu ook helpen weer om je emoties te kalmeren. Gebruik het in de avond. Het zou namelijk ook een beetje aphrodiserende werking kunnen hebben. Dus het is misschien heel erg fijn om nu te gaan gebruiken. Mits je tenminste met je partner thuis bent. Hè? En ja, het geeft je rust om in te voelen wat je nu precies nodig hebt.
En dit is dus ook weer bijzonder, want vaak lopen we heel snel in ons leven en blijven niet zo goed bij staan bij van wat heb ik nou eigenlijk zelf nu op dit moment echt nodig. Maar nu hebben we wat meer tijd om dit te gaan doen. En de Blue Lotus die helpt je ook weer erbij om die vraag aan jezelf te gaan stellen. Ja, hoe doe je dat? Je gebruikt het eigenlijk een beetje als parfum. Dus daar waar je parfum ook zou aanbrengen, ook op je pols. Je kan het ook op je hart doen en genieten van de geur. En ja, het stelt je geest en je hart open voor nieuwe mogelijkheden. It's a hope bringer, het brengt hoop. Ja, en dan is er nog iets bijzonders aan deze olie. Daar zijn we weer. Wat heeft Harry Potter toch in godsnaam altijd met onze olie te doen? Niks, helemaal niks. Behalve dat sommige bestanddelen dus net zo een geluid maken als een mooie Harry Potter spreuk. Squalene in dit geval. En bijna zo goed is dat squalene als een toverspreuk. Want wat doet dit? Nou, hier zie je de chemische formule. Het is een natuurlijke stof dat je huid erbij steunt om vocht te reguleren. Dus beauty, ladies and gentlemen, het helpt je erbij dat je huid dus stralend en jong blijft. Dus schat, als je zit te kijken, ik wil dat set graag 2 keer hebben, oké? Okay? 2 keer. Wil je het zelf? Dan moet je 3 keer bestellen, oké? Okay? Zoveel daarbij. Gaan we verder, want het is niet alleen Blue Lotus in dit set. Er zijn waanzinnige oliën in dit set. Daar is onder andere dus ook jasmine in. Oh, ik zie hier komt even een vraag in de chat. Die kijk ik even nog aan de toolkits. Zouden toch ook in april... Nee, sorry Nicolette. De toolkits die zijn helaas niet meer te bestellen. Dat had ik ook uitgelegd al in onze groepen. Die zijn uitverkocht. Dus die kunnen wij helaas niet meer bestellen. Maar dit kit kan je dus bestellen. En hier is dus ook... De jasmine olie in zo'n mooie 4 ml roll-on in. Nou, het is een hele zoete geur. Ik hou van jasmine, maar puur is hij mij vaak een beetje te. Dus ik leer hem heel graag met roos. Die is gelukkig ook in dit set in, dus dat is weer mooi voor mij. jasmine komt uit Egypte. De bloemetjes moeten in de ochtend worden geplukt. En je hebt er 20.000 van nodig om 5 ml... jasmine essential oil te maken. En hier staat eigenlijk iets nu wat niet zo waar is. Want jasmine is eigenlijk niet een essential oil, zo hoe wij dat kennen door stoomdestillatie. En hetzelfde gaat ook voor de Blue Lotus. Beide oliën zijn absoluut. Dus ja, die worden dus op een andere manier gewonnen. Deze tekst is uit onze opleiding, de doTERRA Essential Oil Specialist Certification. Die is in het Engels en hieronder die link, straks als je PDF hebt, kan je die link klikken. Dan kan je deze volgen en dan krijg je een diploma van doTERRA als Essential Oil Specialist. Dus kan ik adviseren om te gaan doen. Wat betekent dat nu? Dus absoluut worden geproduceerd door oplosmiddelextractie. En hier hebben we dus daarna niet echt een etherische olie, omdat er dus naast de aromatische verbindingen soms ook nog niet-aromatische verbindingen erbij zijn. En we hebben hier een ander probleem mee, tenminste bij absoluut van, ja, niet doTERRA, zeg ik het maar zo. Oplosmiddelextractie betekent dus dat je verschillende vormen van oplosmiddelen gebruikt kunnen worden. En heel erg vaak blijven deze dus in restbestanden terug in het eindproduct. Dat is iets wat je niet wil. Dat is ook iets wat Emily Wright absoluut niet wou. Vandaar dus ook dat het heel lang duurde met de Blue Lotus. En daar dus ook dat ze daar... met heel veel spanning op heeft gewacht, zal het mogelijk zijn om dit op een manier te gaan produceren dat wij dus dat niet terug hebben in ons olie. Dat dus zowel de Blue Lotus als ook onze jasmine, daar wisten we het al van, dat die dus onze CPTG-standaard kunnen hebben. En ja, dat is gelukt. Anders zouden we ze niet op de markt brengen. Dus jee, dat zijn dus echt absoluut die je met een goed gevoel kan gaan gebruiken. Ja, dan zei ik het al, hè? Luxe paard. Ik gebruik heel graag de jasmineolie met de roosolie. Die roosolie komt hier ook erbij in een handige kleine 4 ml rol. En ook weer een waanzinnige olie voor je huidverzorging. Echt, ja, ik gebruik hem heel graag. Die komt uit Bulgarije. En opmerkelijk is, 10.000 roosbloesems heb je dus nodig om 5 ml rozenolie te produceren. Nou, nu weet je hoe kostbaar dat is. Het is
Ja, het is dus trouwens, die roll-ons zijn niet puur. Het zijn roll-ons met gefractioneerde kokosolie. Dus die zijn kant-en-klaar om te gebruiken op de huid. Dan hebben we hier magnolia in. Nou, magnolia, dat is echt een olie. Ja, ik hou ervan. Als het heel veel regent en ik kan de regenboog niet eens in mijn hoofd meer me voorstellen dat die ooit nog zou gaan komen, dan is magnolia toch voor mij de olie dat ik als reddingsmiddel ga gebruiken. Ik doe dat op mijn hart en heel snel weet ik dat er boven de regenwolken wel de zon weer aan het schijnen is. Ja, je noemt het ook trouwens champaka-olie. Deze hier komt uit China, kan 2 keer per jaar geoogst worden, maar ze hebben een hele lage yield, die magnolia bloesems. Yield betekent dat je daar niet zo heel veel etherische olie in hebt. Dus het is wel, je hebt er best wel veel van nodig dus om een flesje mee te gaan vullen. Maar het is een heel erg fijne olie en een erg blijmakende geur. Ik hou er ontzettend van. Een zoete, lieflijke, kinderlijke geur. Ik vind hem heel fijn. En dan hebben we hier de neroli bij. De neroli wordt gemaakt uit de sinaas appelbloesems. Dus sinaasappelbloesems. Ook deze komt weer uit Egypte. Moet in de ochtend trouwens geplukt worden. Want dan hebben ze, net als de jasmijn ook, hebben ze de meeste geur. Daarna zitten allemaal insecten daar ook alweer om. Dit wordt ook weer stoom gedistilleerd. En je hebt 40 pond bloemen nodig om 15 milliliter flesje neroliolie te vinden. Kijk heel even in onze chat, omdat we daar een vraag hebben. Als het zoveel bloemen kost om een paar miljoen, is dat dan niet erg zonde van de planten? Ja, nou, Marieke, dat vind ik een heel erg goede vraag. Ik kan je daar iets rustgevends over zeggen, want ik mocht al vele distilleries gaan zien van doTERRA. Er blijft natuurlijk na de distillery, na het destilleren van de olie, altijd plantmateriaal over. Dit wordt altijd de boeren weer gegeven. Die mogen dat gratis gebruiken om daarmee hun velden te gaan bemesten. Want dat is ideaal mestgrond of mulchgrond ook voor de velden, om dan daar dus weer de kwaliteit van de bodem te verbeteren. En die de rozen hier in Bulgarije, die worden speciaal aangeplant hiervoor. Dus wat doTERRA ook doet, is ze gaan niet ergens in landen zitten waar dus oerwoud of zoiets wordt afgehaald om dan daar weer land van te gaan maken. Nee, absoluut niet. Dat heb ik gezien in Kenia. In Kenia werken ze met honderden kleine farmers. Die hebben dus echt, die hebben dan een, zeggen we, 40, 50 vierkante meter veld, waar ze dus dan planten aanbouwen, zeg maar theeboomolie. En ja, dit kan geoogst worden en daar hebben ze dus voldoende om daarmee weer verder te kunnen leven. Dus doTERRA is hier heel attent en oplettend op onze planeet en hoe we omgaan met onze aarde. En er wordt nooit land vrijgemaakt om planten daarvoor gaan aanbouwen. Het moet al landbouwland geweest zijn. En in heel veel andere landen is doTERRA ook actief daarmee bezig om bomen te planten en ervoor te zorgen dat er weer een biodiversiteit ontstaat. Oké, gaan we verder. Ja, dat is die dan. Blue Lotus, magnolia, roos, neroli en jasmijnolie. €83. Een heel leuk cadeautje. Niet alleen voor je moeder, ook voor jezelf. Niet alleen voor vrouwen, ook voor vaders, ook voor mannen. Het is echt een hele fijne olie. En al deze olie, een hele fijne set. En al deze olie kan je heel goed gebruiken voor de huid. Ja, dan hebben we nog een super luxe setje. Cadeausetje met telkens 80 gram thee en een thee-ei erbij voor €42. Dus wie denkt dat dat een fijn cadeautje is voor iemand, die kan dat natuurlijk ook gaan bestellen. Het is wel een hele leuke thee-ei en het zijn hele mooie verpakkingen, moet ik zeggen. Ja, dan komen we aan het einde van mijn presentatie. En nou, ik zei het al, voor mij was het... Het maken van deze presentatie was met ups en downs verbonden. Dat had veel te maken met de studies die ik hiervoor had gelezen. En ook een beetje, kijk, ik vind het ook niet makkelijk altijd nu hier in deze situatie. En ik heb last van dat ik veel mensen niet zie. Ik ben er best wel verdrietig om en soms moet ik daar ook van huilen. Dus dan ben ik ook blij dat we de webinaren hebben waar we contact met elkaar kunnen hebben. En
elkaar kunnen steunen. En ik zag dit foto en het raakte mij heel erg, want dat is wat ik denk en voel, wat wij mensen nu moeten doen met elkaar. Elkaar upliften en steunen en samen kijken naar de horizon en naar het licht wat er komt en wat zeker weer komt. Wij komen hieruit en het wordt zeker weer mooi en goed. En nou, we zien elkaar weer. Volgende doTERRA Aroma Pro Product Webinar is op 6 mei. Ook weer om 7 uur. Ik vind het nogal lang. Dus vandaar heb ik besloten, jullie, en het is geen aprilgrap. Ik heb niet één aprilgrapje ingebouwd. Sorry. Niet één. Ik heb wel de hele dag aprilgrappen gehad van mijn zoon. Dus van spin onder de wc-bril en noem maar op. Dus, maar ik heb geen in de presentatie. Maar ik heb een cadeautje en het is serieus een cadeautje. Ik nodig je uit volgende week, 8 april, 19 uur, als extra een doTERRA Aroma Pro Intro Webinar. Intro in etherische olie. Dat wordt weer Zoom gegeven. Ik zal die Zoom-link ook posten weer in onze Telegram-groep. En die mag je doorgeven aan mensen die je kent, van die je denkt dat ze geïnteresseerd zouden zijn in etherische olie. Het is dus echt een workshop voor beginners. Wie die al heeft gezien, voor die is het misschien niet interessant. Of die vindt het wel misschien leuk om nog een keer te herhalen. Of voor die mensen die graag willen leren, hoe geef ik eigenlijk zo'n workshop, is het ook heel leuk om te gaan kijken. En je mag de link absoluut doorgeven aan andere mensen. En het is gratis en ik doe het met liefde. Dat was het voor mij vanavond. Leuk en gezellig dat je erbij was. En ik wens je een hele fijne avond nog. En gebruik je oliën. Tot gauw weer. Doeg!